Ik ben gestart met het wijnhaar op een oud vliegveld waar dan destijds zeppelins zijn opgestegen. Ik werk met de traditionele rassen Pinot Auxerrois, Lemberger en Chardonnay. Zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze. Dat is geen wat ik van droom om dat zo goed mogelijk en zo ver mogelijk te kunnen uitbouwen.